Thank you.
for. The chance of a lifetime. Our floor workers are down there selling tickets for the Wheel of Fortune, which will spin for some lucky person here tonight. So, how much you get to get your tickets? Here we go. Three grand prizes you can get there, werd 25 jaar geleden opgericht
In een tijd van doemdenken, no future en atoomdreiging. Om ervoor te zorgen dat er in het jaar 2000 überhaupt nog iets te vieren zou zijn. Dat er nog een planeet aarde zou bestaan. En we gaan het halen. We gaan het halen. En hoe? Achter ons staat het Rad van Fortuin. Dat onverbiddelijk voortdraait. Wat omhoog is, zal omlaag komen. En wat beneden is, zal boven komen. Het Rad van Fortuin. Symbool van vernieuwing, creativiteit en de grote doorbraak. Babylon will fall, but we will have a ball.
gezet. Kerncentrales draaien door en het licht kan uitgaan. En wat al niet meer, enzovoort, enzovoort. En wat er al niet in de war kan geraken, buiten mijn demente kennissen. En zal ik mijn opa's en zal mijn opa's en peacemaker het dan nog doen? En zal het elektronische toilet nog op tijd doorspoelen? Vroeg mijn grootmoeder zich af. De verlosser is niet Christus, maar de millenniumbug Messias. En op het internet slaagt de virus toe. En die breekt in als een dief in de nacht. En als de handel instort, gaan we met z'n allen naar de hel, zei de paus als beurshandelaar, voorman en hoekman. Niet de mensheid, niet de mensheid, maar de koersen schieten heen en weer en op en neer. Op de dag van het jaar 2000, met de visie een millenniumbug, Thor, die naar beneden komt om ons te verlossen, zei Cinderella tegen het computer voor een glorious excelsis deo. Controle, controle, overal controle, controle. En waar ben je nog privé en vrij in het jaar 2000? Ze weten allemaal wat je al eet, wat je koopt, je voorkeur, je waskinder, je tandpasta en wat voor wc-papier je gebruikt. Waar gaat dat heen met al die controle, controle, controle? Maar wat... En toen sloeg de computervirus toe en alles crashte in elkaar. Alleen de paddenstoel bleef nog overeind. Dat een maffe avond, een drukte hè. En waarvoor? 2000 jaar experimenteren, 2000 jaar op een doospoor. En alles bij proberen is gebleven. Geven wij een groot feest om weer te kijken op 20 eeuwen. Met mijn tegenwoordigheid van geest. Kruistochten tot kruisraketten, wat hebben wij ons uitgeleerd? Met de missie en de missiles hebben wij de horizon verbreed. De aardkloot werd ontsloten, de kelderwacht, de maatje was verdacht. Van Telra tot computer, de hele wereld is erin gebracht. Achtervolgd door het Slaan, geef aan. Het millennium heeft toegeslagen.
Dank u wel voor spannende mensen. En al die drukte. Ik kocht een computer en zo dat ik aan. Van mama zit alweer op de nachtbeschuim. Nu zit ik met het dilemmium. Doet hij het nog na het dilemmium? Ik ging een maandje surfen over het internet. Uren zitten lachen, zat daar in de weg. Nu zit ik met de boom in je huis. Ik kreeg alle series, de kant komt nooit meer thuis. Thank you.
al die kleine wielen. Ik bekam ze zo met een heilig verklaarde kijkdoos. Maar ze krijgen niks cadeau. Want is het leven tuchten, uitkijken naar vakantie. Je zou willen ontvluchten, waar blijft die tolerantie? Zie ze zielig hokken, daarvan word je bang. Ze vertrouwen dus echt niemand meer met hun vacht aan het eind van de gang. Bedrogen door de reclamepiraten, hebzucht is de ware trend. Ontgoocheld door de haat van het systeem, totdat je maar een zombie bent. Je wereld wordt net zo shit als jij, maar toelaat in jouw brein. Of net zo'n hit, het is aan jou. Hoe lang wil jij nog water bij de wijn? Enkele reis, iedere dag dat je hier bent, kom maar één keer. Vlieg uit en hou je vooral niet in, want de dag van morgen proef je misschien niet meer. Die snelle knakkers zijn te snel geknakt. Men, wat zijn de stakkers, stressig bekakt. Niemand ziet een uitweg, overal een blinde muur. Maar wie verspeelt zijn uitleg aan een gehersenspoeld figuur? Je moet niks in dit leven, alleen doodgaan, dat is een feit. En verder geen verplichtingen, wat jij doet met je tijd. Overzien je argumenten, rond je sterfbed denk je na. Wat deed ik met mijn aardse jaren, maar vooral, wat liet ik na? Zo shit als jij maar toelaat in jouw fucking brein. Of net zo'n hit, het is aan jou. Hoe lang doe jij nog water bij de wijn? Enkele reis, iedere dag dat je hier bent, nog maar één keer. En hou je vooral niet in, want de dag van morgen hoef je misschien niet meer. Hey man! Je bent het helemaal zelf. Wat jij ziet, met jouw ogen ziet. Wat jij met jouw oren hoort. Wat jouw stappen door het leven je brengen. Je bent het altijd zelf. En één keer per jaar ben je dat in een tijdelijke, autonome zone. Met je vrienden, met je familie. Dan zijn er generaties door deze eeuw heen. Die ene fakkel hebben hooggehouden van vrijheid binnen het feest vieren. Van jezelf kunnen zijn zonder iets anders voor te doen. Denken en voelen en gewaar worden en varen en willen en worden wie je bent. Dat is een waanzinnig gebeuren om de volgende eeuw mee binnen te stappen. Dat betekent afstand te doen van alle angsten die deze oude cultuur nog aanhangen. Afstand te doen van alle angsten die deze cultuur nog aanhangen. Weten dat al wat gebeurt zal verdwijnen. Weten dat niets meer blijft.
weten dat alles verandert, dat nooit hetzelfde blijft, dat alles beweegt. Je bent het zelf die het meemaakt, je bent het zelf die het ziet. Het zijn je eigen ogen, het zijn je eigen oren. En laat je dat vertellen door een heel gelukkig mens die elk jaar weer verrijkt wordt door de vermeerdering van mensen, van eigen gedachten en eigen gewaarwordingen, eigen ideeën en eigen opvattingen het hele jaar doorheen over vrijheid, vrijheid. Wat zei ik vorig jaar? Blijf met je poten van de vrijheid af. Blijf met je poten van de vrijheid af. Dat kan even gezegd worden. Je bent er altijd zo. Met je eigen vrienden. Met je eigen familie. I'm gonna make it.
in a world. What's happening? What's happening? What's happening?
gaven dat de machthebbers opdracht gaven om alle ingezetenen van hun rijk in computers te registreren. Bovendien hadden zij vernomen dat er rond het millennium een verlosser verwacht wordt. Een verlosser die hun systeem omver zal werpen ten gunste van de vrije verbeelding. Wij van het Comité 2000, anno 1995, bestuderen al 100 seizoenen lang de provinciën, de voortekenen en de voorspellingen, de UFO's en de vraagcirkels, de hoopjes en de Maya-kalender, van Jasper Grootveld tot Nostradamus, van de Pleiaden tot een fotonen van God. Wij weten nu uit welke hoek de wind waait. Aan de hemel hebben wij een licht zien verschijnen. Een licht dat onze planeet nadert. Met grote snelheid. Het zou toch niet? Het kan toch niet waar wezen? Zou het dan toch zo zijn? De verlosser! De verlosser!
Thank you.